ticket sales. Ik heb gewoon geraakt een businessplan. En op je ouderdom van 14 jaar oud, toen aan die kerkkoor, ik was nu apostolisch geweest, nou, die kerkkoor het ons gezongen. En ik ben omtrent 5 jaar aan het bouwen. En ik heb aan de plekken ook gewerkt. En op je ouderdom wat ik nou was, ik was bijna lief gezongen geweest. Als ik altijd toen in huis gezongen, dan maak ik me stil. Als je het zaalt, dan raar. Maar ik weet niet, ik raar zie. Maar anyway, right? En kom ik daar ook naar bouwen blij. En life was op de tap om me. En oké, right, ik geef mijn hart aan Jesus. En toen ik mijn hart begon voor de jaren gegeven, toen gebeurde dan nog van mij. En ik zang nu permanent in de koor ook. Ik was nu plus minus 3 maanden bij Kromko. Ik is een pakker. En toen die competitie aangekomen is, toen zei hij op mij, oké, right, zelfs, is jouw kans nou. Ik heb die kans gevat, niet met die intentie dat ik ga ergens komen. Maar wat ik altijd voor mezelf verseer, als ik net in die top 10 kan komen, dan is dat ook fijn voor mij. Oldschool music, Teddy Pendergrass, Lionel Richie en Heiman, ik was bij jullie voor zulke muziek. En nou is ik is eindelijk maal voor gospel, want van ik me begin bekeren, het is net gospel gezongen. Ik is gek voor gospel. Maar hij zei, ze heeft mij toen zelfs, ons het goede nieuws voor jou. Hij is in die top 10. En daar was hij nog, dat excitement geweest. Maar niet dat ik voor de Heere dankie sê, voor waar hij mij gebracht het. Ik wil het voor de jonge mensen zeggen, gaan voor jouw dromen en bereik. Gaan uit je way uit. Make it things happen voor jezelf in life. Because life is a journey, you must enjoy the ride. And don't let the ride catch your journey. Ik weet gewoon hoe ze mensen zijn achter Charles. Dat ik kan zeggen van hem. Hij is een bijna stil persoon voor die wereld. Hij gaat dit aan met zijn gezin mee en zo. Hij is meestal geen kind. Om eerlijke waar te zijn, die ik het geen zin van weet, Charles kan zingen. Ik ben zijn vriend van gezin. Om eindelijk gezin, maar Charles kan een beetje zingen en zo. En het bijna bij pa niet opgetreden en zo. Maar, en op die dag toen die competitie uitkomt, van Avi Gotellen, toen zei ze voor hem, Charles, vandaag, hier is jouw kans om je te bewijzen wat investeert. En zeker de 2 weken daarna, toen zei Brennan, maar Charles heeft hier naar die top 20 te winnen. Want dan moet ik zeggen, oh vriend, daar is je eerste bewijs dat je kan deel wees van die top 10. En hij zei, nee, maar dat kan niet wezen. Toen zei ze, geloof niet, dat is al. Je moet geloven. Ons boodschap dan zou gaan uit en gaan genieten. In de aan van die galaand, wees voor die mensen waar aan toe je in staat is. En wat ik kan beter doen. Als je die competitie wint, dan is het aan jouw kant die geluk is aan jouw kant.